Ze is een Belgische alleenstaande moeder van 4 kinderen. Haar droom om chirurg te worden heeft ze opgegeven. Ze is snel verveeld en gevoelig voor een bore-out. Ze wil anderen helpen kansen te pakken en een droomleven te creëren. VA is absoluut geen eindstation voor haar. En ze heeft spijt dat ze niet eerder is begonnen. Vandaag spreek ik met Saartje van den Broek. Welkom alle ambitieuze high potential toppers. Heel tof dat je erbij bent. Welkom Saartje. Hi. Heel tof dat je er bent vandaag. Vanuit België, dat is helemaal tof. Ja. Wil jij jezelf even kort voorstellen wie je bent, wat je doet en voor wie? Oké, ik ben dus Saartje van den Broek. Ik ben een druk bezette maanbos met 4 kindjes. Ik heb mijn passie omgezet naar mijn bedrijfje, dus het helpen van kleine ondernemers. En ik vind dat, ja, de kleine ondernemers, dat kan echt elke ondernemer zijn. Dus ja, dat is wat ik doe en wat ik graag doe. Dus, je zei ja. Mambos, zei je. Ja, een echte mambos. Vertel, wat houdt dat voor jou in? Ja, ook gewoon dat ik niet meer afhankelijk ben van een 9-to-5. Dus dat ik echt mijn eigen uren kan bepalen. Mijn huishouden is eigenlijk, dat is ook een job op zich. Dus ja. De kinderen, en want ik doe het ook allemaal alleen. Ik ben alleenstaande mama. Dus voor mij, mambos is echt wel, ik ben de baas en over mijn eigen leven. En natuurlijk, ja, ik heb 4 kindjes groot te brengen. Dus ik vind een goede omschrijving als een echte mambos. En dat zullen we wel zijn. Dus. Dat mag je ook echt zeggen. Want alleenstaand met 4 kinderen en op dit moment startend met je eigen bedrijf. Klopt, ja. Wanneer ontdekte jij daarin dat je een nieuwe richting op wilde in je leven? Tijd is iets wat enorm kostbaar is, maar mensen hebben dat niet echt door. Ik wel, waarom? Omdat ja, die drukke ochtenden, kindjes klaarmaken, zelf je eigen klaarmaken om naar je werk te vertrekken. Dus de tijd dat je reist naar je werk of de tijd dat je reist terug naar huis, dat is verloren tijd. En je merkt dat ook wel in het dagdagelijkse leven met de kindjes. Dat is heel moeilijk om in de week dan. Hè. Ze gaan naar school, jij gaat naar werk. 'S avonds is het eigenlijk ja, altijd een vast ritueel. Want ze komen thuis, iedereen heeft honger, je moet nog eten maken. Ja, ja. Huishouden blijft liggen. Ik was vaak echt tot 12 uur 's nachts gewoon nog bezig. Alleen met de dagdagelijkse dingen. Om eigenlijk de volgende dag terug opnieuw te kunnen beginnen. Ja. En op den duur ben je niet alleen fysiek uitgeput, maar ook gewoon mentaal. En dan besef je van, ik heb eigenlijk die momenten, die kostbare tijd met de kinderen niet echt gehad. En je ziet die zo snel groeien. En zoveel dingen die voorbij glippen eigenlijk met dat ze kunnen leren lopen, leren praten. Dat gaat allemaal zo snel vooruit. En dan heb ik gezegd van, stop, nee, deze wil ik niet. Ik wil niet 50 jaar zijn en eigenlijk heel de jeugd van mijn kinderen hebben gemist. Want dat was eigenlijk wel zo. Ik was heel hard aan het werken. Ja, iedereen moet zijn rekening betalen. Maar dat maakt natuurlijk niet weg dat je eigenlijk ook met je kinderen voor je kinderen wilt zijn. Echt zijn. En alleen gezelschapsspel of samen lekker gezellig aan de tafel. Nee, dat gebeurde allemaal heel snel altijd. Geen tijd om of mee hun huiswerk maken. En dat heeft toch wel bij mij alles doorgezet om te zeggen van nee, ik wil deze niet. Ik wil niet voor hun ook niet. Ze gaan altijd zeggen, ja mama, jij waart altijd bezig. Dat wil ik niet. Ik wil echt de tijd dat mijn kinderen op school zijn, die tijd gebruiken om mijn werk te doen. En weet je verliest op een dag al ongeveer 2 uur tijd alleen om van en naar je werk te gaan. Die 2 uur tijd kan jij perfect gebruiken om je huishouden te doen per dag. Ja. Zelfs dat je pas geen 2 uur nodig dan niet meer. Omdat je dat dan zo frequent elke dag kan inplannen. Nu bijvoorbeeld, als ik werk in de dag thuis, ik kan 's middags perfect zeggen, oké, ik ga nu een boken eten, maar ondertussen doe ik de afwasmachine uitlaaien, inlaaien. Dat zijn hele kleine dingen die niet lang duren. Maar het heeft mij zoveel rust gegeven om
ja, om mij dan toch, als de kinderen thuiskomen van school, om met hun bezig te zijn. En ja, dat is voor mij echt wel de reden geweest om daar toch mee te starten. En ook nog een tweede reden dat echt een doorzet nog harder heeft gegeven is, ik was altijd bored out op werk. Oh. Ik verveel mij heel snel. Ik doe niet graag hetzelfde werk, altijd, elke dag. En dat is iets wat je dan met het VA-schap zo... Ja, dat is zo, dat zelf bepalen hoeveel variatie of hoeveel soorten jobjes dat je doet. Ja. En dat is voor mij ideaal. Ik kan van alles tegelijk doen en ik heb tijd voor mijn kinderen. Dat is perfect. Ja, uitdaging, groeien en quality time samen met je kinderen. Ja. Voor een betere mama en een fijnere sfeer in huis. Klopt. En niet de druk op je schouders van we moeten snel of dit. Of dit. Ja. We moeten dat allemaal nu op zijn gemak doen. En dat vind ik echt belangrijk. Ook gewoon voor hier, voor jezelf, in de bovenkamer. Dat geeft enorm veel rust. Echt waar. Ja. Dat is. Hey, en jouw idee ontstond om te starten met je eigen online bedrijf als online professional, een virtueel assistent. Mm-hmm. Welke kwaliteiten van jezelf zag je al waarvan je dacht van, nou, die kan ik al inzetten? Ik denk mijn veelzijdigheid. Ik heb voor enorm veel ondernemers gewerkt in zoveel verschillende branches, dat ik eigenlijk zoveel kennis op allerlei soorten vlakken heb opgedaan. Mm-hmm. In de logistiek, in B2B-accountant... ook gewoon in de supermarkt als teamleider, dus als leidinggevende, als manager zelf ook. En ja, ik heb in zoveel verschillende categorieën gestaan dat ik echt wel... Ik denk dat ik vrijwel zeker een hele grote groep ondernemers kan helpen. En die door mijn kennis en mijn ervaring. En ook, ik heb zoveel verschillende soorten opleidingen nog gedaan voor het VA-schap. Mm-hmm. Dat mij sterk in mijn schoenen zet. Hè. Mm-hmm. Ik vind dat ook belangrijk. En daarom dat dat voor mij ook gaat, die variabele job. Ik kan echt van de hak op de tak springen, zoals dat ze hier zeggen in België. Yeah. Omdat ik de ervaring heb en de opleidingen en... Yeah. Dat maakt mij gewoon sterk en ik denk, ja, waarom niet? Ja. En wat je zegt, dat maakt mij sterk. Dat vind ik interessant. Mm-hmm. Hoe zie jij vanuit... eens even kijken. Hoor. Als we even inzoomen op jouw VA-bedrijf. Hè, wat voor soort werkzaamheden ga je uitvoeren voor ondernemers? Of voer je nu uit voor ondernemers? Vooral... office en business support, daar ben ik nu eigenlijk effectief mee bezig. Ja. Dan heb ik de social media en de marketing eigenlijk, waar ik mezelf aan ben aan het inrollen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus mij daar aan het op focussen en aan het uitbreiden. Gewoon, daar heb ik nog niet enorm veel ervaring in, maar dat wil ik wel. En ik kan mijn eigen ook wel verder in ontwikkelen. En dan het technische gedeelte, dus zo het website gedeelte en SEO. En daar ben ik mij ook nog in verder aan in het ontwikkelen. Mm-hmm. En zou ik ook echt heel graag goed en professioneel en echt willen uitbreiden. Ja. Yeah. So, dat heb ik ook maar pas ontdekt toen ik de opleiding ben begonnen, hoor. Ja. Dat had ik ervoor nog niet in mezelf gezien. En dan het grafische gedeelte, dus het ontwerpen logo's of folders. Dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje in mij gehad, het grafische gedeelte. Ja. Maar dat is eigenlijk nooit niet verder naar boven gekomen, omdat je bent zodanig gefocust op andere dingen. Dus, maar nu dus wel. Dus dat zijn nu de... belangrijkste zaken die ik nu wel aanbied. Hè? Dus. Ja, en office support, social media, marketing, techniek en grafisch, dat is inderdaad heel breed. Je zegt ook al van, ik raak snel verveeld, dus je hebt veel uitdaging nodig, je wil graag groeien, je wil graag verder ontwikkelen, nieuwe dingen leren, dus dat is ontzettend leuk voor jou.
Ja, want ik denk dat het VA-schap daardoor juist ook zo mooi aansluit, is dat je niet vastzit in een hokje. Dit moet je doen en succes ermee, want dat heb jij na een tijd weer gezien. En dan denk je, daag! Ja, klopt. En dat is het. Hè. Dat is ook de reden waarom ik altijd zo bored out was. En dan, klopt. Hey, en je zegt van, goh, dat is iets wat ik pas geleden heb ontdekt. Ja. Wat voor kwaliteiten van jezelf heb je onlangs ontdekt sinds dat je eigenlijk begonnen bent? Ah, wel, in het begin, want ik ben iemand die eigenlijk qua opleidingen en qua ervaring op de werkvloer altijd bezig is geweest met administratie, wetgeving, dus financieel, zowel boekhouding. En ik dacht altijd dat daar mijn toekomst in zat. Omdat ik het gewoon kan en weet. Maar uiteindelijk, als ik zo in die opleiding... Ja, je komt echt van alles tegen. Nee. En je gaat daar dan in verder. En hij is van, oh, maar ik vind deze eigenlijk wel leuk. En dan... Nu heb ik zoiets van, ik vind dat leuker. Dus de marketing, social media. Ik had mezelf ook nooit gezien in marketing. Social media, je rolt erin. En dan dat grafisch gedeelte, dus die opleiding met Canva. En ik vond het geweldig. En ik had zoiets van, deze is het. Ik heb niet het gevoel dat ik aan het werken ben als ik daarmee bezig ben. Ik heb zo het gevoel dat ik echt zo... Ja, iets zoals kinderen met de plasticine spelen, met de Play-Doh of zoiets. Snap je? Zo echt het creatief zijn. En je bent daar dan ineens mee bezig. En ineens is het 2-3 uur verder, maar je hebt dan al zoveel gedaan. Dat ik denk van, wauw, ik vond het heel fijn. Ja. En zo, gewoon doordat iemand u iets laat zien. Of van, neemt het eens vast, doet het eens en... Kijk eens wat je ervan kan maken, wat je ervan vindt. Ik heb dat gedaan en ik vond dat geweldig. Ja. Dus nu heb ik echt zoiets van, eigenlijk die administratie, dat was toch eigenlijk precies niet echt mijn levensdoel. Hè? Dus nu, ik heb zoiets helemaal anders. Het is echt een heel andere uitweg, maar ik ben er blij mee. Hè? Dat ik het heeft een totale omwenteling in je leven gemaakt, wat ervoor zorgt voor meer passie. Het werken geen werk meer is, maar echt passie. Ja. Spelen in de speeltuin. En, en dan zeg ik wel eens, it's a never ending story, hè? Want het houdt nooit op. En jij bepaalt zelf waar de grens ligt, waar de lat ligt. En ik zeg ook altijd, sorry, VA is stap 1, maar hoeft zeker geen eindstation te zijn. Ja, en alleen al die gedachte dat je verder kan wanneer jij dat wil, als je dat wil. Hoe is dat voor jou? Ik heb er ook al over nagedacht, hoor. Het is, zoals je zegt, een never-ending story. Ja. Ik ben een beetje verkouden, sorry. ik heb daar wel vaak over nagedacht van... Hey, Saartje, als je nu volgeboekt zit met je klanten, wat ga je dan nog verder doen? Want je vindt het heel leuk en zo, maar misschien... Ja, ik zeg altijd van, kijk, ik heb zoveel leuke vrouwen leren kennen in die opleiding... En ik denk altijd dat er wel ergens, dat je zo een samenwerking, al is het dat. Dat is de eerste stap, denk ik, al richting het groeien, het uitbreiden. Wil ik het ooit veel groter? Ja, ik denk dat iedereen dat wel wilt. Ik denk nu vooral dat ik mij ga focussen op mijn klanten, dat ik mijn eigen volgeboekt krijg, maar dat het ook nog leuk blijft. Hè, want dat komt natuurlijk ook nog altijd. Mm-hmm. En... dat ik daarna wel de stap zal zetten om een samenwerking of zo aan te gaan. Want ik denk dat dat ook leuk is. Hè, dat je niet altijd... Want we werken dan van thuis uit. Hè, dat is natuurlijk ook veel thuis zijn. Ja. Maar dat maakt natuurlijk niet dat je dan geen andere contacten en zo... Nee. Dat is allemaal mogelijk. En dat is ook zo leuk aan VA zijn. Ja. Je moet ook niet altijd van thuis uit werken. Hè. Je kan ook zeggen, als ik bijvoorbeeld ga een week naar Spanje in zonnetje zitten, je kan perfect gewoon alles, je laptop meenemen en je kunt van daaruit werken. Okay. Of bij de klant zelf werken, dat kan ook allemaal. Ja. Dus het is, of een leuk cafeetje of zo. Ja. Ja, lekker kop koffie, vlak bij een park. Het stopt ook niet en het moet daar ook niet bij blijven. En dat weten wij ook, hè, dat beseffen wij ook. En dat maakt het zo leuk om toch nog verder te denken in die stappen van wat ga ik als volgende doen.
Dus... Precies. Altijd groot blijven dromen en op jouw tijd en tempo daar naartoe. En vooral niet te veel bedenken, maar gaan werken met wat er op je pad komt. Ja. Ik geloof dat het universum voor ons een pad heeft. Ja. Vaak als we mezelf bedenken, dan loopt het 9 van de 10 keer anders. Terwijl als je gaat werken met wat zich aandient, dan gaat het veel meer moeiteloos. Het andere kost veel meer moeite. Ja, klopt. Ja. Dat is... Hey, en je de kwaliteiten in je ontdekken, hè, dat is een reis. Kwaliteiten van jezelf inzetten voor anderen, dat is een ontdekkingsreis. Mm-hmm. Heb je voor jezelf al een idee van waar ligt jouw kracht? Wat is dat die unieke vlinder die zijn vleugels openklapt en die iets moois te geven heeft? Hè? Of die parel in jou, die diamant in jou waarvan je zegt... Nou, ik denk dat hier wel iets zit waarvan ik denk van wauw, daar kan ik wel meer mee. Ik kan het nog niet precies helemaal perfect benoemen en dat hoeft ook niet. Hè? Maar het is vaak een dieper weten... Mm-hmm. Die uit je kern komt. En heb je daar al een bepaald gevoel bij? Ik denk dan toch wel, zoals ik daarnet al zei, het technische en het grafische. Dus wat ik net ontdekt heb van mezelf. Ja. Ik denk, dat is ook iets dat een ondernemer vaak links laat liggen. Ik wil daar mij enorm op focussen. En ik wil dat ook echt heel graag doen. Dus het grafische kan ook zijn content en branding. Want dat zit daar ook mee in. En ik denk, dat maakt mij gelukkig als ik mij daarmee kan bezighouden. Dus en als mij dat gelukkig maakt en ik kan daar iemand mee helpen, ik denk dat dat dan echt wel een van de kwaliteiten zal worden. Want het is nog in wording. Dat mij een beetje apart maakt, denk ik dan toch wel. Ja. En wat is dan het mooiste dat er voor jouw klanten ontstaat als jij ze daarbij gaat helpen? Als je daar verder in gaat ontwikkelen, je wordt er steeds beter in. Wat ontstaat er dan in hun bedrijf of in hun leven wat jou zo gelukkig maakt? Wat is dat dan? Wat raakt dat dan in jou? Ik denk als ik kan zien dat ik iemand echt... geholpen heb en mee die doelen heb kunnen bereiken van mijn klant, ja, dat maakt voor mij mijn bedrijf en mezelf ook veel sterker, want dan weet ik van, kijk, ik kan het, hè. Ik heb iemand kunnen helpen, ze zijn er gelukkig mee, ze zijn er blij mee en ik ga gewoon met een glimlach slapen dan allee, het is misschien raar, het is misschien iets klein, maar ik kan gewoon gaan slapen met zo gemoedsrust. En ik vind dat heel belangrijk. Hè? Ja. Als ondernemer, dat je die gemoedsrust behoudt, dat je iemand alle kansen hebt kunnen geven en kunnen bieden en het gehaald hebben, dat is fantastisch. Ja, alle kansen hebben kunnen geven en bieden, zeg je. Dat is een interessante. Ik denk dat daar iets ook raakt met jouw leven. Klopt dat? Is er iets waarvan je zegt van, nou, dat herken ik wel uit mijn leven? Ja, ik denk het wel. Ik heb heel weinig... ik heb een hele zware jeugd gehad. En een hele moeilijke jeugd. En dan een moeilijk huwelijk. En ik heb ook niet alle kansen gekregen die ik heel graag wou. Ik heb altijd... ik wou altijd graag chirurg worden. Oh, helemaal anders. Helemaal anders. Ja, dus ik ben daar dan ook aan begonnen. En... uiteindelijk, ik ben dan getrouwd. Ik had ineens een tweeling. En ik heb dat allemaal opgegeven voor mijn gezin. Ja. En ik vond dat dan... Dat is een gemiste kans, zeg ik. Maar nu zie ik dat... Ik heb altijd gezegd dat is een gemiste kans. Hè, om die chirurg worden, maar nu niet meer. Nu dat ik alles heb zo van mezelf. En ik zeg van... Ja, zoals dat gezegd hebt, het universum heeft altijd wel iets voor u. Ja. Dat was dan voor mij. Dat is het is heel moeilijk om uit te leggen, maar ik kijk niet met spijt terug. Ik kijk nu zo naar voren en van, het is wat het is en wat het moet zijn. Want uiteindelijk nu, stel dat ik wel chirurg had geweest, dan had ik ook nooit niet thuis geweest. Hè? Nee.
En nu heb ik dat wel. Ik heb nu die vrijheid. Ik heb nu die... Kijk, precies. Ja. Ja. Maar er zit wel een rode draad in. En dan gaan we natuurlijk nog maar oppervlakkig. Ja. Altijd nog verder de diepte op ingaan. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt van... Goh, ik wil anderen helpen kansen te pakken. Want ondernemerschap komt vanuit... Ja, we doen vaak omdat we anderen willen helpen en blij willen maken. We willen van betekenis zijn. Dat is wat wij mensen het allerbelangrijkste vinden in het leven. Ja. Van betekenis zijn. Echt te doen. Ja. Erbij horen. Niet afgewezen worden. Dat is vaak de grootste pijn die we hebben. Dat en die is... hebben we allemaal wel eentje. Hè? Ja, dat we ooit afgewezen zijn door iets. Dat we denken, oh, dat was echt niet tof. Maar ik ben op zoek meer, hè, ook naar jouw eigenheid. Want ondernemen is... Je onderneemt niet vanuit je omgeving. Vanuit de systemen waarin je leeft. Maar en dan ga je ontdekken waarom je doet wat je doet. Hè? Want wat Simon Sinek ook zegt. People don't buy what you do, but why you do it. Ja. Die why ontdekken, dat is een reis. En dat is een fantastische reis. En dat heeft voor jou wel hiermee te maken. Ja. Je hebt kansen gegrepen. Klopt. Voor je gevoel misschien foute keuzes gemaakt. Klopt. Misschien had je andere keuzes willen maken. Heb je kansen gemist. Maar juist doordat je dat hebt meegemaakt. Omdat het niet makkelijk is geweest. Ik denk dat hier voor jou wel een drijfveer zit. Mm-hmm. En ook een stuk verhaal van jou om te vertellen naar jouw klanten toe. Waarom wil jij ze zo graag helpen met die kansen pakken? Dat is inderdaad... Dat komt uit jouw kern. Dat komt uit jouw verhaal. En als je dat verhaal gaat brengen naar buiten toe. En dat nog meer gaat uitdiepen. Dan verkoop je niet office support, social media marketing techniek, grafisch design. Nee, je verkoopt het resultaat. Ik help jou kansen te bereiken, kansen te pakken. Om zo het leven te creëren wat jij voor jezelf wenst. Ik noem maar even iets, hè. Dus, en dan heb je meer een eigenheid te brengen. Je hebt, als je je why te pakken hebt, dan wordt het veel makkelijker om alles te delen. Want dit is waarvoor je het doet. Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Dus dat is mooi, om dat ook eens verder te gaan uitdiepen voor jezelf. En dat verhaal nog meer eigen te gaan maken. En dat ook tijd te geven. Ga dat maar eens ontdekken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar nog veel in te ontdekken valt. In mezelf ook, want ik heb mezelf wel een beetje beter leren kennen. Ja, uiteraard. Want ja, ik heb eigenlijk al die jaren andere droom, andermans droom eigenlijk achterna gegaan. Tot ik heb gezegd van, oh, stop, nee, dat ben ik niet. Ik wil iets anders. Ja. En nu heb ik dat wel. Ik heb heel veel ontdekt over mezelf. Hoe dat ik ben, hoe dat ik tegenover de wereld sta. Hoe dat ik in mijn eigen schoenen sta. Maar ik denk dat er, qua voor mezelf, dat ik toch nog meer eigenlijk kan en moet nog leren over mezelf. Hè. Dus... Het is moeilijk om uit te leggen, maar het is wel zo. Het is gewoon, je eigen leren kennen is heel belangrijk om jezelf eigenlijk ergens achter te zetten. Want ik heb nu misschien wel mijn eigen bedrijf, maar ik ben er ook nog niet volledig uit. Hè. Dus het is een zoektocht en vooral een zoektocht naar jezelf. Hè. Ja. En maak er geen zoektocht van. Maak er een fantastische ontdekkingsreis van. Ja. Niet van de reis en niet van het bereiken van de eindbestemming. Want dan bedenk je wel iets nieuws wat je wil bereiken. En dan geniet je vaak maar heel kort. Maar geniet van de reis. Kijk naar de dingen die je onderweg ziet. De dingen die je hoort. De dingen die je denkt. Dat zijn jouw pareltjes. Ja. Jouw reis. Om uiteindelijk je grote parel te ontdekken. Wat? En dat is steeds dichter bij je why te komen. En waarom je dus anderen daarbij wil helpen. En je zei net ook iets heel moois. Van goh... je kende jezelf niet en met name niet, wat waren nou echt jouw dromen? Wat wilde jij nou? Ja, wel, dat heb ik een hele lange tijd niet gehad. Ik heb eigenlijk altijd, hè, toen de periode dat ik dan getrouwd was, eigenlijk de dromen van mijn ex-man eigenlijk altijd nagegaan. En ik dacht dat ook mijn dromen waren. Maar dat zat zo fout. Ja, uiteindelijk is het van, ja, eigenlijk nee, ik wil dat niet. En op het moment dat je beseft dat je iemand anders zijn dromen aan het nagaan bent, en dus aan het najagen bent, dan weet je,
Nee. Er moet iets gebeuren. Het is niet, je bent eigenlijk niet gelukkig. Je bent gelukkig omdat je iemand anders aan het gelukkig maken bent. Ja. En je kan niet zelf... Je kan niet, eigenlijk niet iemand gelukkig maken of je gezin niet gelukkig maken als je het eigenlijk stiekem zelf niet bent. Nee. En dan is het de bedoeling om even tijd voor jezelf te nemen en te ontdekken wie dat je bent. En ja, precies. Dat is wat ik nu gedaan heb. Ja. Dus, ja. En je zei nog een interessante, en er zat een oordeel op. En die wil ik nog wel even aanstippen om het wat lichter voor je te maken. Je zei dat was fout. Ja. Ik geloof dat alles in het leven een reden heeft. En dat dingen die per definitie misschien fout lijken, ook weer iets goeds brengen. Ja. Er was ooit een verhaal van een wijze monnik en een jongen die op een kar zat met een paard en wagen. En die valt van die kar af, omdat een van die paarden op hol slaat. En hij breekt zijn been en dan wordt er gezegd door anderen om hem heen, oh wat een pech. En die monnik die zei, pech of geluk, wie zal het zeggen? Komt in het ziekenhuis, ontmoet een zuster, raakt verloofd en gaat trouwen. Oh, wat een geluk. Ja, zegt een wijze monnik. Geluk of pech, wie zal het zeggen? En zo gaat het hele verhaal door, want daarna gebeurt er iets. En dan wordt er weer gezegd pech. En daarna gebeurt er iets, wordt er weer gezegd geluk. En dat heb ik al op meerdere plekken teruggelezen. Dat is echt wel iets. En ik heb het inmiddels ook zelf ervaren in mijn leven. Dus ik wil je meegeven dat de fouten die je toen maakte, waarvan je nu voelt dat is fout geweest. Dit hoort ook bij jouw why. Dit hoort ook bij de kern van jouw bedrijf, waarom jij anderen zo graag wil helpen. Hè? Kansen pakken, maar ook kiezen voor hun eigen dromen. Hoe willen ze leven? En hoe willen ze hun bedrijf daaromheen bouwen? Hè? In plaats van ondernemers zijn maar aan het werk, 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 werk. En hoe willen ze dan leven? Daar zijn ze vaak niet zo mee bezig. En hoe fijn is het voor hun om een e-player te hebben, een sparringpartner te hebben, die niet alleen maar meekijkt naar de details, maar naar het grotere geheel, om bij te dragen aan deze wereld, voor zichzelf en voor anderen. Klopt, dat is waar. Ja. Dus dat is tof, hè? Dan heb je alweer een... Ja, ja nee, dat is fijn dat je dat zo zegt, want je kan zelf met je eigen in twijfel zijn altijd en zeggen van, oh nee, dat is fout, of ik heb dat verkeerd gedaan, maar het is zoals dat je zegt, de fout kan eigenlijk een niet echt een fout zijn, maar gewoon een andere start, een nieuw begin, een positief, hè? Dus dat is waar, dat klopt. Prachtig, dat zeg je heel mooi. Ja. Super, ja. Hey, en als je gaat kijken naar jouw bedrijf, nou je zit nog in de opstartfase, je hebt al klanten. Ja. Hoe reageert men daar nu op in België? Er is heel veel onwetendheid hier in België over het VA-schap. Nog steeds, ondanks corona? Ik ben nog onlangs even op een... dat is ondernemers voor ondernemers, zo'n bijeenkomst geweest. En daar heb ik één iemand tegengekomen, dat was een advocaat. En die was net begonnen... die had net een VA ingehuurd en hij zegt, voor die tijd kende ik het ook niet. Nee. Ik weet ook nog niet wat ik ervan moet denken, want ik heb ze nog maar net ingehuurd. Dus dat was nog maar een week met haar bezig. En hij zegt, maar het is echt zo, het is heel handig, het is gemakkelijk. Hè? Waarom? Omdat je niemand niet moet in dienst nemen. Maar... Ja. De onwetendheid is zo groot hier in België nog. En dat is ook effectief zo. Want elke keer als iemand mij vraagt, ja, maar wat doe je dan? Yeah. Ja, ik leg het dan uit. En dan is het zo van, ik wist niet dat dat bestond. Nee. Kan dat? Ik zeg, het is eigenlijk... In België noemen ze ons freelance administratie. Maar het is zoveel meer dan dat, hè, een VA. En het is niet alleen administratie, het is... Nee. Elke VA heeft zijn eigen kwaliteiten en zijn eigen bedrijf, niche, zijn eigen ding. Ja. En dat is zoveel meer dan gewoon freelancer. En dat is zoiets dat toch nog moet doordringen, denk ik. Hè? Ja, en België loopt best wel een aantal jaar achter op Nederland, begreep ik, een aantal jaar geleden. Dus dat komt ook, hè? Want als ik kijk naar toen ik zelf gestart ben, ik was een van de eerste in Nederland. Het was echt nog niet zo bekend als dat het nu is.
En wat je heel mooi hebt gezien is die groei van een branche waar die er heel veel gebruik van maakte naar nou echt ja, veel groter van een, iemand in de zorg tot aan een gemeente, een hoveniersbedrijf. Weet je, ik hoor natuurlijk nu van mijn klanten zoveel. En dat is ja, die groei in een paar jaar tijd. Ja. Dat is fantastisch. En ik weet zeker dat dat in België ook komt. Maar België ja, heeft een iets meer een grotere, langere opstartfase. Maar destijds kwamen toen de helft van mijn klanten uit België. Ja, maar ik denk ook nu de situatie waar we nu de laatste 2 jaar al mee kampen. Het is nu heel stom, maar corona heeft daar ook veel mee te maken, denk ik, dat dat veel sneller hier in België in opmars gaat komen. Ja, precies. Ik hoor heel veel, hè, want in mijn buren bijvoorbeeld, die werken bijna allemaal van thuis uit. Ze zijn allemaal nog loontrekkend, maar die zeggen ook van, wij willen eigenlijk zoveel meer en ik heb dat dan ook een beetje aangespoord en een beetje uitgelegd. En ze zeggen, amai, dat is echt iets goed. Dat is, ik weet niet, dat is tof en variatie. En we kunnen je eigen ding doen. En ik zeg, als mensen hier in mijn straat al zo praten eigenlijk, dan weet je gewoon, dat gaat hier gewoon ontploffen nog in België. Zo. Want iedereen werkt nu van thuis, hè, bijna hier. Ja. Dus het is echt... Het zijn kansen die hier echt kunnen gegrepen worden. Ik ga heel eerlijk zijn, het is in opmars. En ik denk als meerdere mensen daarmee bekend gaan zijn, gaan we allemaal die stap zetten. Mm-hmm. Ja, het is niet voor niks uitgeroepen tot een van de beroepen van de toekomst. Al best wel een aantal jaar geleden. En ja, ik heb het zo in Nederland zien groeien. Als je kijkt ook naar een van de trendwatchers die ik volgde, die zei ook van steeds meer mensen gaan vanuit hun loondienst ook daarnaast ondernemen. De wereld zal nooit hetzelfde zijn en blijven zoals die is. Ik bedoel, 20 jaar geleden hadden we nog maar net een mobiel. Hadden we nog geen internet op de mobiel. Foto maken met een mobiel, filmen met een mobiel kon ook niet. Een navigatie ook niet. Weet je, laat staan waar we over 10 of 20 jaar weer staan. De wereld blijft niet hetzelfde. Dat is een utopie. Ja. We moeten mee veranderen. En dit is een van de dingen die daarbij hoort. Klopt. Dus, ja. En iets wat negatief lijkt, want corona, mijn hemel, wat was dat een impact. En nog, gelukkig zien we licht aan het einde van de tunnel. Maar dat lijkt dus negatief. Maar iets negatiefs, nou hebben we nu weer geleerd. Brengt ook weer positieve dingen met zich mee. Dat is waar. In België zeggen we altijd, dat is heel grof dat we dat zeggen, maar de ene zijn dood is een ander zijn brood. Oh ja, en dat zeggen we hier in Nederland ook. Ja, en eigenlijk heeft corona daar heel veel impact op gehad, maar het is gewoon zoals het is. En ik zie ook wel veel meer mensen door thuis te werken zo gelukkiger worden. Dat is heel raar, maar zeker bij mij in de wijk. Ik zie zoveel vrouwen die zeggen van... Oh, was dat altijd maar zo geweest? Ze hebben zoveel door die tijdspannen van 's morgens en 's avonds van en naar het werk. Dat is voor een vrouw al heel veel. Hè? Al is dat maar 1.5 uur op een dag dat je kwijt speelt. Dat is voor ons enorm veel. Ja. Nou, wel bijzonder dat je het al zo om je heen hoort. Hè? Ja, het is echt... Als ik met de buren praat, want ik heb fantastische buren. Ja, fijn. Ja, en dan... Ja, die praten zo... En als we er dan zo over bezig zijn en over slechte dingen, maar er komt altijd zo toch wel dat straaltje positiviteit uit. Ik zeg nu maar iets, hè, zo. Zoals jij zegt daar straks, met die fout. Hè, corona kunnen we dan zien als een fout, maar eigenlijk... Ja, het gaat onze technologie en onze werkervaring en onze carrières voor heel veel mensen veranderen. En die gaan misschien allemaal toch nog iets doen nu, wat ze graag willen doen, denk ik. Ja, ja, zeker. Er zijn heel veel mensen tijdens de periode dan ook gestopt met hun job en iets totaal anders gaan doen. Ik denk dat dat niet alleen... Ja, sommigen moesten, sommigen wilden... Ja, sommige branches hebben het zo ongelooflijk zwaar gehad. Het is gewoon hartverscheurend. Anderen hebben enorm meegelift op een bepaalde hype. Ja. Maar het is altijd de dualiteit van het leven. Die zal er altijd zijn. En blijven. Dus het brengt geen leuke dingen. Het brengt weer mooie dingen. Ja. Hey, en als we gaan kijken naar
jouw volle potentieel, hè? Jouw volle potentieel als Saartje. Hoe ziet dat er voor jou uit om jouw volle potentieel in te zetten in jouw business en in je leven? Dat is een nauwdenkertje, hè? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want ik kon er zelf ook niet echt... Ja. Wanneer haal jij voor jezelf alles uit je bedrijf? Alles wat je te geven hebt. Wanneer heb je dat punt bereikt? Ik denk wanneer ik dat punt zal bereikt hebben, is wanneer ik al mijn klanten die een bepaald doel voor ogen hebben, het doel heb kunnen laten bereiken. Ja. Dat ik dan echt kan zeggen dat wat ik gedaan heb echt volwaardig was. En dat ik dan op die moment kan zeggen van, ja, nu ga ik verder met een ander doel of een andere droom of uitbreiden. Ja, uitbreiden, ja. Ja, ik denk, alle kanten op. Ja. Ja. Als ik de doelen heb bereikt die mijn klanten wensen te bereiken, dat voor mij het meest waardevol gaat zijn. Ja. Ja. Ja, waar we het net ook al over hadden, hè, van wat zijn hun dromen, wat zijn hun verlangens. Ja. In hun business, in hun leven. En dat je dan helpt kansen te pakken en ze daarbij te helpen. Ja. En hoe dat jouw bedrijf daar omheen dan vorm krijgt, dat ontstaat. Ja. Of je nou uitbreidt, of dat je nog iets voor verdieping in gaat. Of... Ja. Ja. En wat is voor jou belangrijk in jouw volle potentieel benutten in je leven? Want je had het straks al gezegd van, goh, ik heb 4 kindjes, ik wil quality time, ik wil tijd voor mijn kinderen, ik wil zelf verder ontwikkelen en veel betekenen, veel uitdaging. Als dat er allemaal is, je hebt dat bedrijf, je helpt die klanten zo, je hebt die quality time met je kinderen, wat is dan voor jou het mooiste wat er ontstaat? Ik denk vooral geluk en rust. Ik vind dat zijn heel twee belangrijke dingen, maar ook twee aparte dingen. Hè. Mm-hmm. Ik kan gelukkig zijn, maar die rust in je hoofd van, ik heb eigenlijk alles dan wat ik wou. Hè. Ik heb mijn klanten, dus ik heb mijn werk, ik heb variabel werk. Ik heb heel veel tijd met mijn kinderen. Ik heb mijn eigen vrije tijd. En die rust dat je dan creëert zelf in je leven, want het is dan zo gezegd, het is dan sowieso op privé als qua werk. Mm-hmm. Dat gaat mij gelukkig maken. En dan ga ik ook zo zeggen van, ja, ik ben er. Hè? Dit is wat ik wou. En ja, toch wel. Hier doe jij het voor. Ja, die rust en het geluk zijn. Ik zeg altijd, ik moet geen miljonair worden, want dat zijn geen doelen om te behalen. Maar ik wil gewoon rust en geluk. En ja, mijn kinderen het beste voorbeeld zijn voor mijn kinderen, dat vind ik heel belangrijk. Ja, prachtig. En ik denk als ik die rust heb en dan dat geluk heb, dat mijn kinderen sowieso een goed voorbeeld aan mij zullen hebben. Dus ja. Ja, ja. En dan mogen zij het ook gaan doen en wellicht nog beter. Ja. Mijn dochters zijn 11 jaar en die zeggen ook altijd, mama, wat dat jij doet, ik wil dat ook doen. Oh, prachtig. Ja, mooi. Ja. Want ze hebben mij ook gezien, hè, met studeren, met dingen. En ze zeggen ook van, mama, jij bent altijd bezig. Hè. Wij willen ook zo een bedrijf als jij. Ik zeg, dan moet je je best doen. Ik zeg, en dat kan. Ik zeg, iedereen kan. Hè. Ja. Ja. Ook zo. Iedereen kan dat. Ja. Met een hele mooie, krachtige, inspirerende mama. Ja. Daar mag je heel trots op zijn. Ja, eerlijk... Ik ben nu stilletjes aan, want eerst dacht ik van, ben ik eigenlijk wel goed bezig. Maar dan, als ik zo mijn kinderen nu zie openbloeien, met de tijd dat ik nu heb voor hun, dan weet ik gewoon, deze is het. Hè. Het is geweldig. Ja. Ik ben er trots op dat ik toch die stappen gezet heb. Ja, nou, dat mag je zeker zijn. Ja. Hey, en een laatste vraag. Wat wil jij vrouwen, zoals jij, nog meegeven waarvan jij vindt, dat helpt ze om een volgende doorbraak te krijgen? Wel, voor elke ambitieuze en enthousiaste vrouw
met of zonder kinderen. Maar ik kan vooral spreken voor de vrouwen met kinderen. Als je echt die rust en die tijd terug wilt, waar je altijd eigenlijk naar verlangt of gedroomd hebt, en toch zelf ook nog wilt openbloeien in je werk, dan moet je dat gewoon doen. Je moet gewoon die stap zetten. Niet twijfelen. Ik heb heel lang getwijfeld. Ik heb ergens spijt dat ik er zo lang over gedaan heb. Ah, ja. Want, maar dat is tijd die je zoveel... Je krijgt daar zoveel voor terug. En je moet dat gewoon doen. Niet twijfelen. Er gewoon voor gaan. Echt waar. En iedereen kan het, hè. Ja. Het is niet omdat je een bepaalde achtergrond hebt dat je dat niet gaat kunnen. Nee, helemaal niet. Het VE-schap is zoveel meer, zoveel, zo breed, dat je kan daar echt nog van alles mee doen. Och, het is oneindig. En het allerbelangrijkste wat je moet hebben om deze stap te nemen is de wil om te gaan voor waarom je geboren bent, wat je hier te doen hebt, wat je hier wil komen brengen, ongeacht je achtergrond, ongeacht je opleiding. Ja, als je enthousiast genoeg bent en ambitie hebt om iets te bereiken in je leven, dan ben je er klaar voor. Ja. Een van mijn succesvolste klanten, denk ik als ik terugkijk naar het verleden, was ook een Belgische dame, was laaggeschoold. En ze vond haar vuur in het VE-schap en ze ging aan en knallen. Ongelooflijk. Dus het zegt niks. Ik heb ook in andere soort bedrijven ondernemers gezien die universiteit opgeleid zijn en er niks van bakken. En die laaggeschoold zijn en een miljoenenbedrijf opzetten. Nou zeg ik niet dat iedereen dat zo doet. Zeker niet. Maar ik wil vooral de mensen die voelen van wauw, ik had meer kunnen doen. Qua school. Ik had meer kunnen doen in mijn carrière. Het is nooit te laat. Wauw, het is niet te laat. Nee. Er ligt nog steeds een kans voor mijn voeten. Dat is het mooie eraan. Het is niet te laat. Het is gewoon nu. Doe het gewoon. Echt niet opgeven, niet twijfelen. Het is nooit te laat. Nee. Ongeacht welke leeftijd, ongeacht wat je gezinssituatie is, ongeacht welk doel dat je denkt voor ogen te hebben, alles komt gaandeweg. En het is daarom... Ja. Ja. Zeker en vast. It's your trip. Enjoy the trip, not the destination. Enjoy the trip, ja. En je kunt het op je eigen tempo. Niemand spoort je aan om dat heel snel te doen. Dat hoeft ook niet. Je kan dat gewoon op je gemak doen. Ja. Iedereen volgt zijn eigen tijdspad en zijn eigen tempo. En zijn eigen weg, ja. Nou, Saartje, ontzettend bedankt voor aanwezig te zijn hier tijdens deze sessie. En onwijs bedankt voor al je inspiratie. Dank je wel. Bedankt voor mij uitnodigen. Ja, nou, ik vond het ontzettend leuk. Hey, en als luisteraars en kijkers jou nog ergens willen vinden op het internet, waar kunnen ze jou dan vinden? Mijn website staat online, die is www.va-vdb.com. Of via Instagram is het gewoon Saartje van den Broek, OECK. En dan ga je mij wel tegenkomen. Nou, hartstikke tof. Dankjewel voor het delen. En vooral geniet van je reis. Super tof dat je tot hier bent gekomen, High Potential Woman. Wil je meer van mij weten? Ga dan naar mijn website danielleleuvering.nl of volg mij op mijn social media kanalen via @danielleleuvering. Vond je dit tof? Like en abonneer dan op dit kanaal. Graag tot de volgende aflevering.